Helemaal leuk dat je weer kijkt. Wij gaan vandaag een Q&A opnemen van al jullie vragen die jullie gesteld hebben via Instagram Story. En er zaten echt hele leuke tussen, dus ik ben vooral benieuwd. Het is wel een soort van relatievragen Q&A-achtig iets. Maar ik heb gezien dat er echt van allerlei vragen tussen zitten. Dus ja, we gaan gewoon heel eerlijk... Toch? Heel random, ja. Ik ga ook niet helemaal uitkiezen. Gewoon heel random. En we gaan dingen beantwoorden. Oké, laten we beginnen met de eerste van Verena. Waarom is fitness zo belangrijk voor jullie? Is het voor uiterlijk of mentaal of iets anders? Kijk je naar mij? Jer, ja. Let's start with you. Alright, voor mij. Ik denk in eerste plek mentaal. Dat zou je niet zeggen misschien, maar ik heb gewoon gemerkt dat als ik niet kan trainen, dat ik me gewoon minder goed voel, zeg maar. En wat ik dus ook van mezelf heb gemerkt is dat ik, als ik train, dus letterlijk op het moment van trainen, dat ik me dan gewoon zo erg in mijn zone voel of zoiets, dat ik gewoon heel veel ideeën krijg. In de zone, bro. Ja, je weet wat ik bedoel, ja, toch? Ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Wat doe je dan? Wat is dat? Gewoon, ja, continue. Maar gewoon, ik heb dan gewoon echt zo'n moment van pure... Gewoon endorfine wat door je lichaam gaat. Ja, maar niet dat. Ik zit echt in zo'n moment dat ik alles logisch voor me zie. Gewoon en... in je own bubble. Ja, zeg maar, wat ik wil doen in mijn leven. Omdat het een soort van plek is waar ik niet hoef te focussen op de rest van de wereld. Ik ben gewoon aan het trainen, ik heb er muziek in. En ik merk gewoon dat ik dat nodig heb. Het zijn echt die plekken dat ik gewoon de beste ideeën krijg en weet waar ik heen wil in mijn dan. Leven. En natuurlijk is het ook voor mij fysiek heel belangrijk, dat weet ik. Omdat ik daar gewoon veel meer positief in het leven mee sta en dus veel zelfverzekerder ben. En maar ook je gezondheid, ik bedoel, je hebt tuurlijk ook een binnenkant. Dus ik denk dat het zeker weten bewegen allebei en zo is. Maar dat, ik kan het ook op een andere manier invullen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, maar voor mij wel. Dat is ook wel een van de redenen dat ik juist trainen zo leuk vind. Omdat je natuurlijk, wat jij allemaal zegt, je voelt je goed erdoor. Tuurlijk is het ook fysiek. Ik bedoel, je wil er gewoon goed uitzien. Dat is goed voor je zelfvertrouwen. Dus dat sowieso. Maar ik denk dat een beetje de standaard dingen wel zijn van iedereen, denk ik. Maar voor mij is het ook wel een ding, ik heb het wel eerder gezegd volgens mij. Omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn moeder... Zij was zo jong en toen kreeg ze kanker. Omdat ze dus haar hele leven gerookt heeft. En vroeger was dat gewoon zij sportte een ook ding. Niet, toch? Nee, ze sportte niet. Ze was wel gezond met eten hier en daar. Maar ze at ook heel veel chocola en weet ik veel wat. Dus nou ja, is allemaal op zich wel oké. Maar dat roken en zo, dat was echt een ding. Ik bedoel, zij begon met roken toen ze 13 was. Hè? En in die tijd van haar was dat gewoon geaccepteerd en was dat oké. Zeg maar. En was dat gewoon normaal. Stonden op tafel een dingetje sigaretten klaar voor de gasten en zo. Weet je wel, dat heeft mijn moeder me wel eens verteld. En daardoor denk ik dat het een van de grootste redenen is dat zij uiteindelijk kanker heeft gekregen. Dus ik heb wel... Als het gaat om mijn gezondheid en vooral die binnenkant, zeg maar, vind ik fitness daarin een heel, heel, heel groot ding. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar je hart is een spier. Die werk je ook, zeg maar, ja, die geeft ook een workout als je aan het fitnessen bent. Weet je, dus alles bij elkaar. Ja, nou, dat is echt zo. Ja. Toen ik die politie sporttest heb gedaan, toen gingen ze ook kijken hoe groot mijn hart was. En toen zei hij van, je hart is veel groter dan gemiddeld. Mm. Omdat het gewoon fucking sterk is van het trainen. Want het wordt ook groter. Dus in het algemeen vind ik de gezondheid van je binnenkant met fitness ook echt wel een ding waarvoor ik workouts doe en train en beweeg. Ja. Hoor. Dat was een heel lang antwoord. Ja, dat vond ik ook een heel lang sorry. Nou, of course hebben we deze vraag van Lotte of Lotte. Hebben jullie later een kinderwens? Nou, deze vraag krijgen we altijd. Maakt ook helemaal niet zoveel uit als jullie dat elke keer vragen. Maar in ieder geval gaan we nog een keer antwoord op geven. Weten we niet zeker, denk ik. Nou, ja, het nou, is een beetje wacht, dat is nu een beetje veranderd. Want Nos de laatste tijd zit zo'n beetje te... Een beetje te wat? Te zeggen van, nou... Nu, als we het willen, niet. Moeten we het plannen. En ik weet dat het niet te plannen valt, maar met ons werk en wat wij doen en ja, als ik het alles, gewoon kort moet houden, als ons leven niet zo veranderd was zoals het nu is, zeg maar. Dus dat ik nog een paar jaar geleden in de sportschool werkte en jij werkte bij de politie. Dan heb je zo'n standaard patroon in je leven. Ja, dan hadden we waarschijnlijk eerder kinderen gehad. Ja. 100%. Oké, je hebt een baan, daar ben ik blij mee. Je geld komt binnen, je huurt een huis, je koopt een huis. En dan, wat ga je dan doen? Van. Ja, en dan neem je een kind en that's end of life. Maar opeens kregen wij
Ja, dat zegt iedereen toch altijd. Ja, nou, het is een beetje het standaard leven. Ja, maar wij kregen zoveel. Ik heb nooit in mijn leven durven dromen dat ik dit soort mogelijkheden überhaupt kreeg in mijn leven. Nee. En hoe? Ja, zeg maar, dat kan je gewoon niet voorstellen. Ik in ieder geval niet. En nu zie ik dus de wereld op een hele andere manier. Mm-hmm. We zien ook echt heel veel van de wereld en de mogelijkheden die je eigenlijk hebt in dit leven. Want je hebt maar één leven. En dan denk ik echt van, ja, weet je, waar past een kind dan in? Want dan beperk je jezelf hierin en hierin. En ik weet dat een kind dus ook heel veel blijdschap mee kan brengen. Maar zeker, omdat ik nog geen kinderen heb, ik zie dat dus niet. We hebben katten. Ja, we hebben katten inderdaad. Ja, maar dus ik weet het gewoon op dit moment echt niet. En dat zien we wel. Maar ik denk het ene kant wel, maar... Ik denk dat het soms ook meer momentopnames zijn of zoiets. Mm. Voor ons dan in ieder geval. Want als je aan mij nu 8 jaar geleden had gevraagd, wil je kinderen? Had ik gelijk ja gezegd. Ik wilde 2, dan en dan. En dan had ik alles al uitgepland. En nu is dat zo veranderd. Als je het nu vraagt, dan zeg ik van ja, waarschijnlijk, I guess. Maar nu, nee. Ik weet ook niet wanneer wel. Het is denk ik voor heel veel mensen ook een taboe om geen kinderen te willen. Dus nemen ze maar kinderen, zeg maar. Maar als ik mensen met kinderen zie, dan... Het enige wat ik heel veel zie, is dat ze zichzelf gewoon helemaal aan de kant zetten voor het kind. En dan hebben ze eigenlijk zelf niks meer in het leven. Het is echt een keus, denk ik. En dat kan ik niet doen, want ik vind het leven gewoon te waardevol om... In ieder geval met mijn mindset nu te zeggen. Nu. Maakt niet uit wat ik doe in mijn leven. Alles gaat om mijn kind. Dus nee, moeilijk. Maar nu kunnen we zo'n kleintje ook geen leven geven waar die heel blij van wordt, denk ik. Want we zijn veel te druk en zo. Dus wat ik zei, we hebben katten. En voor nu is dat meer dan genoeg, waar we al heel veel werk aan hebben. Want het zijn er 3. En ja, willen we kinderen? Ik denk ja. Maar wanneer? Echt geen freaking idee. Next question. We weten het zelf niet eens. Van Sophie. Misschien brutaal, maar ben je niet benieuwd hoe het is om een andere relatie te hebben? Nou, grappig, we hebben het daar wel eens over. Maar gewoon als een leuk gesprek, zeg maar, met z'n tweeën. Dan lopen we buiten, gaan we even een wandeling maken of zo, weet ik veel. En dan hebben we het er wel eens over van, wat nou als we nu single zouden zijn? Hoe is dat, weet je wel? Want wij zijn natuurlijk nu al 11,5 jaar samen. Mm. En voor ons voelt dat niet als 11,5 jaar. Zeg maar, helemaal niet. Het is niet saai. Het is niet dat ik denk van, oh, die vent van mij moet even wegwezen, want ik heb geen zin in hem of zo. Ik weet niet. Wij zijn zeg maar echt best friends in dat soort dingen met alles. En we zijn heel eerlijk tegen elkaar. Dus het is ook niet vervelend of zo om zo lang samen te zijn. Nee. Dus we hebben er gewoon grappige gesprekken over, weet je. Want even een beetje situaties schetsen van hoe zou het zijn, wat zouden we doen. Je kan het ook echt niet voorstellen of zo. Of in ieder geval... Maar ik hoef het ook niet. Weet je? Nee, maar niet, ik bedoel meer van... Ik zei laatst tegen haar van... Wij waren jong toen wij een relatie kregen, zeg maar. En dan hebben we het over van, ja... Denk je dan dat je... Omdat je een relatie hebt, dat je heel veel hebt gemist. En dan heb je het met andere mensen erover... Die geen relatie hebben en die zeggen dan... Ja, ik was liever niet zo lang single. Want ik denk dat ik dus echt iets heb... Het is altijd een beetje dat... gras is groen aan de overkant. Inderdaad. Ik denk dat je dat altijd hebt. Want wij hebben inderdaad vrienden die heel lang single zijn. Die zeggen van nou, aan de ene kant vind ik het heerlijk. Aan de andere kant vind ik het vreselijk. Want ik ben gewoon echt alleen met alles. Nou, sommige mensen kennen wij ook wel die dan in een relatie zitten. Die zeggen van, oh, is eindelijk even de deur uit of whatever. Dus die hebben er dan niet per se zin in. Zo on-off. Ja, het is altijd een beetje... Alles wat je niet hebt, dat denk je dan wat misschien beter is af en toe. Maar dat is dus niet zo. Ja, dus om de vraag echt te beantwoorden. Ik heb dat in ieder geval niet. Dat nee, ik denk ik van een relatie met iemand anders. Omdat ik me van alle mensen die je ontmoet, kan je natuurlijk ook een beetje aanvoelen hoe de energie is, zeg maar. Ja. Maar ik heb nog nooit echt iemand ontmoet waarvan je denkt van die past bij mij als persoon. Zoals ik dat met Nos heb, zeg maar. Nee. Natuurlijk ontmoet je mensen die aantrekkelijk zijn, maar dat maakt het geen relatie, zeg maar. Dat is echt een energie, in ieder geval voor mij, wat je dan voelt. En soms ontmoet je mensen en dat kunnen knappe mensen zijn, maar dan denk je, dat is niet mijn persoon. Klopt. En het grappige is, kan ik even snel een voorbeeld van noemen, van soms heb je zeg maar die klik wat Jer zegt, als je dat niet hebt met iemand, dan kan ik al geen relatie met je hebben. En ik had dat laatst dus met een meisje. Dat was fucking raar. Ik had dat interview voor iets wat nog online moet komen.
En die interviewster was gewoon mijn leeftijd. En ze was zo leuk. En ik zei daarna tegen haar. Ik zeg, oké, ik ben gewoon straight. Maar mag ik je nummer? Zullen we een keer afspreken? Dat is gewoon leuk. Ik weet niet, wat is zo'n goede klik. En dat zeg maar, als ik dat niet heb bij een guy gelijk. Dan, ja, wat moet je er dan mee? Dus omdat dan, je dan geen lange... Die nieuwsgierigheid is er dan ook niet of zo. Ja, je kan geen lange relatie opbouwen. Kijk wat ik thuis heb zitten. Ik bedoel... Zeg maar, sexually gezien is dat toch meer dan genoeg. Dan heb ik zoiets van, ja, je bent er misschien nieuwsgierig naar van, dat je denkt dat van, blijft altijd. Wat als? Het is inderdaad je fantasie, denk ik. Ik moest daar laatst over nadenken, want in je hoofd maak je alles 10 keer mooier dan dat het is. En dus hoe? In jouw hoofd denk je van, dit zou zo goed zijn en een relatie met die of bla bla bla. En dan het echte, ja, de realiteit is altijd heel anders. En dan, heel anders, ja. Nee, ik ben blij met onze relatie. Dat zou je ja, ik ook. Echt, ik zweer het. Wij zeggen altijd tegen elkaar, als we nu single zouden zijn, dan ben ik gewoon, nou, ja, tot ik weet 50 het echt niet. Single. I really don't know what to do, zeg maar. Ja. Dus, wat is je favoriete bordspel, man? 30 Second. Ja? Ik vind dat echt leuk. Ja. Speelde dat best wel veel de laatste tijd. Ja, ik denk als eerste 30 Second. Speelt iedereen dat nu, hè? Ik zie Monopoly echt, vind ik echt heel leuk nog wel. Instagram als we stories hebben. Altijd langskomen 30 Seconds. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, wat de laatste gewonnen. Tuurlijk. Sorry. En die voor jou dan? Ja, ik ben echt een gamer, zeg maar. Ik hou echt van bordspellen. Mijn hele kast zit ook vol. Monopoly blijft leuk. Risk vind ik altijd leuk. 30 Seconds. Maar dingen vond ik ook leuk laatst, maar dat is niet echt een bordspel. Wat doe je meme? Oh ja, nou, nee, oké, dat is geen bordspel. Nou, kaartspel. Laten we het bij die drie houden. En Catan trouwens, Catan is de shit. Even kijken, ik ga gewoon scrollen. Ja, maar kijk wel een beetje, want ze hebben zulke leuke vragen ingestuurd. Ik vind het zo leuk als jullie gewoon echt helemaal meedenken in alles, dus... Jullie zijn in Duitsland. Spreken jullie de taal ook? Jawel. Nein? Nee. Ambition? Ik kan letterlijk, ik denk, 2 zinnetjes zeggen in het Duits en that's it. Ja. Ich bin Nusli. Und hallo! Echt vloeiend, Nus. Nee, wij spreken allebei niet. Weet je wat het is met Duits? We hebben het allebei op school gekregen. Ik heb het dan nog langer gedaan, want ik heb het maar 1 jaar gehad, hè. Dus. Wat? Ja, letterlijk. Ik heb het gelijk mijn pakket uitgegooid. Kom dat? Ik heb het gehad tot aan 5 HAVO. Ja, ik had een hekel aan Frans, dus ik heb Duits gekozen. Alleen op school, zeg maar, in die leeftijdscategorie ben je er niet mee bezig van, dit kan echt handig zijn voor later. Nee, in ieder geval niet. Ik niet. Ik was veel te jong, want ik ging op mijn 11e aan de middelbare school. En als ik nu terug mocht gaan, had ik echt meer tijd gestoken in talen leren, zeg maar. Maar toen interesseerde het me niet zo heel veel. Dus mijn Duits is heel gebrekkig en waarschijnlijk gebruik ik gewoon te veel Nederlandse woorden met Duitse klank. Ja, maar toch, jij bent er wel beter in. Ja, en ik kan wel heel veel verstaan, zeg maar. Ook als ik gewoon random bijvoorbeeld, ik kijk heel veel voetbal, Duits voetbal. En dan kijk je bijvoorbeeld commentaar en dat soort dingen. Dan versta ik het grotendeels, maar als ik iets terug moet zeggen, dat is, nee. Ja. Van Daphne. Het is ook wel leuk om de namen te noemen, toch? Ja. Zij vraagt, ik heb ineens anxiety om naar de gym te gaan na de coronastop. Faalangst gekregen, et cetera. Hebben jullie tips? Nou, ten eerste, ik denk dat het niet zo heel raar is. Sowieso. Dus voel je niet apart omdat je dat voelt. Want ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Sorry. Dat is 1. Dus normaliseer het gewoon dat je ook zo voelt. Dat is een allereerste, denk ik, wat heel belangrijk is. En wat mij heel erg helpt, zelfs al weet ik veel over fitness, als ik geen plan heb, als ik naar de gym ga, dan sta ik daar en dan denk ik, oké, ik ga dit doen. En dan, zal ik dat doen of zal ik die doen? En dan gaat er zoveel tijd overheen en je bent daar zomaar 2 uur. Terwijl je hele workout misschien nog geen uur geduurd zou hebben, als je gewoon een plan hebt. En dat geeft mij heel veel rust. Dus misschien een personal trainer die een schema kan uitschrijven voor je. Misschien een vriend, vriendin die er goed in is. Online programma's, weet ik veel wat. Het is gewoon het beste om met een schema te werken. Ja. Eigenlijk met alles in het leven is dat wel zo. En als je beginner bent, kijk het ook even op YouTube van tevoren, de oefening. Zodat je weet wat je ongeveer moet doen. Daar zit dus echt geen schaamte in. In dat opzicht is een personal trainer, als je een goede hebt, dus wel echt een goede. Want dan kan je die eerste boost gelijk krijgen. Ja. Hoef je niet voor de rest van je leven te doen. Maar dan weet je ook wat je moet doen. Het is niet dat je nog moet nadenken, je daar staat voor. En het zit goed in elkaar. En wat ik ook heel belangrijk vind bij fitness...
miste even de leuning. Ik zei, ja, weet ik niet. Continue. Alright. Wat ik belangrijk vind bij fitness is dat mensen ook... Ik hoop dat iedereen dat gewoon weet, dat je bij fitness ook een stapje achteruit kan doen. Iedereen denkt altijd dat je constant vooruit moet en beter, maar... Wij doen dat ook niet, hè? Laten we even duidelijk zijn. Niemand. Helemaal ik bedoel, je niet. Hebt altijd ups en downs. Het is iets wat je voor je leven lang zou willen doen, moeten doen, gewoon om jezelf fit te houden. En je hebt altijd periodes waar je gewoon achteruit gaat, waar je iets minder voelt. En dan ga je er weer tegenaan en dan voel je je beter, je ziet er beter uit en dan gaat het weer terug. Het is altijd zo'n golf en dat moet je ook gewoon leren accepteren, zeg maar. Het kan niet altijd gewoon beter, 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 beter. En nee, maar dat is ook niet menselijk, want van fouten en dingen die niet goed gaan leer je ook, zeg maar. En periodes. Ja. We hebben allemaal periodes waar we gewoon achteruit gaan. Ook buiten de lockdown, toen is volgens mij iedereen achteruit gegaan. Wij maar zijn ook gewoon aangekomen. Als je gewoon even geen zin hebt en dan neem je even een stapje terug en als je dan wel weer zin hebt... dan ga je weer. En het is gewoon een kwestie van een soort van motivatie houden om toch wel ergens je vaste lijn vast te houden. Maar dat hoeft niet wekelijks, zoveel keer in de week. En als je iets mist, dat... Dus ik denk vooral accepteren van je dat je dat gevoel hebt is prima. Spreek het uit naar iemand. Dat helpt ook heel vaak door gewoon je ervaring te delen met misschien een vriend, vriendin, je moeder, je vader, tante, oom, noem het op. En een plan maken. Want dat neemt denk ik een deel van die faalangst die je dus voelt. Je weet wat je dus moet doen. Weg. Doe het. K-Doc, 1994. Kunnen jullie een korte samenvatting geven van wanneer je extra proteïnepoeder neemt? Extra. Ik snap niet helemaal wat hij bedoelt met extra, maar laten we het houden wanneer je proteïnepoeder neemt. Oké, korte samenvatting. Proteïne. Heb je nodig bouwstenen van je lichaam? Iedereen heeft het nodig, maakt niet uit of je traint of niet. Proteïnepoeder moet je niet nemen, mag wel. Wij nemen het altijd, want het is gewoon handig. Je kan ermee bakken, je kan het meenemen naar buiten, je lichaam neemt het snel op. Dat geldt gewoon voor iedereen die dus naar de sportschool gaat. Dat kan je halen uit normale eiwittenbronnen, waar je gewoon uit voedsel haalt, kip, vlees, tofu. Proteïnepoeder is gewoon een aanvulling op de dagelijkse dingen die je al eet. Het is geen wondermiddel, het is alleen een vervanging wat misschien sneller is en makkelijker is en lekker is. Er is geen extra eiwit. Het is gewoon, eet gewoon genoeg eiwit om jouw lichaam te ondersteunen. En helemaal als je sport, wat voor sport je ook doet. Mm-hmm. Hey, wacht, ik had een hele goeie. Ga je alle? Oké, doe. Nee, hierna mag jij. Maar, voor welke voetbalclub ben je? Want kijk in mijn shirt, dit is Mexico. Hij heeft gewoon een Mexico shirt aan, maar oké. Dat draag ik van NOS, een beetje support van NOS zo hier. ik ben voor FC Barcelona, dat ben ik al sinds 1998. Dat is omdat ik vroeger niet echt helemaal, toen ik echt klein was, niet helemaal begreep hoe voetbal in elkaar zat, zeg maar. Ik voetbal sinds ik 4 ben en toen keek ik altijd Ajax met mijn vader. Maar op een gegeven moment gingen alle Nederlanders, Patrick Kluiver, Boudewijn Zende, Ruud Hesp, Frank de Boer, Ronald de Boer, iedereen ging naar Barcelona. En ik zag alle Nederlanders bij Barcelona voetballen. Toen dacht ik, dat zijn de enige spelers die ik ken. Ging Barcelona kijken en dat was 98 of zo. Ja, Barcelona man, voor life. Zelfde antwoord. Vegetario. I guess. Mm-hmm. Hebben jullie er ooit over nagedacht om Spaans weer op te pakken? Me gustan tus videos. Ja. Okay. Kort antwoord. Heel ik heb eerlijk, een heel kort antwoord en Ros gaat me toch ik. Tegenspreken. Ik heb lipgloss op, vriend. Nu zit het op je hand. Ze gaat me tegenspreken. Ik zeg altijd tegen Nos, let's do Spanish. Nos heeft een hele hoge lat voor zichzelf, want ze is half Mexicaans. En als zij dus niet... spreekt op nationaal niveau, dan wil ze niet spreken, Aymond. Wil ze niet spreken, ze wil geen fouten maken. Niemand mag zien dat ze een fout maakt. En de community mag niet weten dat ze het niet spreekt, ook is het niet haar schuld. Daar komt het om neer. En zij zegt dus steeds, ja, komt wel, komt wel, komt wel. En ik wil het doen. En als ik zeg, weet je wat, dan ga ik zelf. Mag het niet. Want dan word ik beter in Spaans en zij niet. En daar dat gaat kan het niet om. Aymond, dat is het antwoord. Dus ik hoop het. Wij gaan naar Spanje op vakantie. En ik ga ervoor zorgen, ik ga jullie ook meenemen in de video's. Zij gaat alles bestellen in het Spaans. Deal? Fine. Weet je wat, ik zeg gewoon niks op deze vraag, oké? Okay? In ieder geval, ik ga ervoor zorgen dat ik vind het heel belangrijk, on a serious note, dat Nos de Spaans gaat leren. Ik vind het een hele mooie taal, daarom wil ik het leren. En ik vind het gewoon belangrijk dat zij de taal spreekt, omdat ze dus half Mexicaans is. En ik denk dat het voor haar een hele goede stap is naar een grotere en bredere wereld. Ook met Mexico erbij. Dus, we gaan het leren. Ja. Alright. Wat is jullie favoriete plaats om te bezoeken in België? Ja, grappige vraag.
Antwerpen, I don't know. Het enige wat ik ken is Antwerpen. Ja, wij gaan nooit, wij gaan nooit naar België, omdat jij nooit wil. Weet je wat Nos altijd zegt? Nos zegt altijd, ja, dat is gewoon oud-Nederland. Nee, ik beeld het altijd uit. Wat zeg ik altijd? Je zit in de auto, ja. Je bent aan het rijden. Je bent in Nederland. Je ziet België voorbij komen. Je gaat over de grenzen. Een centimeter over die koude grens. Gewoon dat. Het is echt. Het is wel echt zo. Het is zo raar. Nee, maar wij, ik verzin dit niet. Hè? Wij zijn alleen in Antwerpen geweest, inderdaad. Ja. Maar Antwerpen vond ik wel een leuke stad. Ja. Maar het ding is dus, waar wij het laatst over hadden. Dat als wij echt trips plannen en doen, willen we altijd ver gaan. Op een van, je doet zo. En dit is Nederland, België, Duitsland eigenlijk. Want in Duitsland gaan we ook alleen maar over, net over de grens. Ja, klopt. En dan, nee, want ik ga buiten Europa of ik ga naar Spanje. Dus je gaat nooit heel dichtbij. Maar laatst zei ik, kom, ik doe gewoon een roadtrip, weet je. Ik ben naar Luxemburg geweest, we zijn in Parijs geweest, naar Düsseldorf. Ik wil ook nog naar Berlijn. Ik wil, volgens mij was het Genk. Wat echt mooie straten heeft en zeg maar. En Brussel. Dus wij kennen alleen Antwerpen om de vraag te beantwoorden. Maar Brussel en Genk staan op de lijst. Volgens mij Luik. Hebben jullie een verborgen talent? En zo ja, wat is dat dan? Al mijn talenten zijn in het openbaar. Dus ik heb niks verborgen. Nou, dat vind ik niet. Jij kan echt, echt heel erg goed voetballen. En je laat het nooit zien. Ja, maar dat, ja. Ik vind dat zo zonde. Weet je, dat, ja. Weet je hoeveel leuke video's die kan maken? Hoeveel leuke content je kan maken met voetballen, maar trucjes. Ik post het gewoon niet. Exactly. Een beetje. Verborgen talent. Deze man werd gewoon bijna gescout door Real. Vroeger. Nee. Wie dan? Villarreal. Dat maakt niet uit. Het is niet gelukt. Dat maakt niet uit. Ja, omdat je je enkel brak. Ah. Als jij je enkel niet had gebroken. Nu mag jij je mond houden. Nee, dat is als jij onzin. Je enkel niet had gebroken, had je waarschijnlijk professioneel voetballer wie weet, geworden. Wie weet. Maar dat is het niet. Ik zit gewoon hier voor de YouTube-camera. Wat? Ja. Anyways, ja, voetbal. Ik maak muziek. Maakte muziek. Klopt. Trouwens. Veel mensen weten dat niet. En echt in als in beats helemaal ja, van begin tot eind. Als jullie muziek een verborgen track willen horen met Lil Kleine, laat me weten. Ik weet niet eens als je dat nu online zou zetten of dat automatisch eraf gehaald wordt voor copyright of zo. Nee, is mijn beat. Niet, toch? Is mijn beat. Nee. Ja, dat. En verder, ik doe alles heel creatief. Video's maken, foto's maken. Maar dat weten nee, jullie, denk ik. Dat is niet verborgen. En Nos kan goed dansen, maar ze doet het nooit. Al die, ja. Maar ze doet het nooit. Dat is weer iets wat ja, ze niet wil laten zien totdat het perfect is. Ja, I know. Ik heb echt, nou ja, vervelend perfectionisme af en toe. En ik vind het heel lastig om dat uit te zetten. Dus als het dan niet geweldig is, terwijl anderen misschien het heel leuk vinden, zet ik dat ook gewoon niet online. Dus ja, dat, zij is echt perfectionist tot too much, zeg maar. Ja. Zou je met Jeremy op een onbewoond eiland kunnen leven zonder social media door Lotte? Oh ja, makkelijk. Hell yeah. Hell yeah! Ik bedoel, kijk, het gedeelte zonder social media. Wacht. We kunnen wel gewoon, we hoeven, ja, zonder social media. Alles op dat eiland media. Kan ik gewoon eten en drinken, toch? Lijkt me heerlijk. Ja, maar ik bedoel, ik moet wel kunnen leven. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dan moet je wel een eiland. Oké, we hebben schoon water. Ja, dan kan het sowieso. Makkelijk. Ik zei laatst tegen Nos, ik ben volgens mij iemand die gewoon makkelijk, zeg maar, zo'n rural life kan hebben. Gewoon zo'n jungle. Dat kanaal wat jij altijd kijkt van die Chinese vrouw volgens mij. Ja, gewoon eens een afgelegen hutje op een berg. Ja, dat kan. Ja, maar ja, ja, makkelijk. Ben je klaar voor? Mm-hmm. We gaan een snelle ronde doen, want we doen echt hele lange antwoorden. Oh, oké. Snelle ronde. Ja, ik ga gewoon vragen doen die jij in één zin kan beantwoorden. Jij ook dan? Nee, beantwoord jij maar. Oké. Here we go. Van welk ras zijn je katten? Britse kort haar. Golden shaded. Je hebt er nog één. Oh, ja, en een Europese kort haar. De normale kat. Die ligt hier. Die doet er niet meer toe. Ja, maar ik weet dat ze Louise en Maya bedoelen, dus. Oké, hoeveel smoothies drinken jullie in één dag? Eén per dag. Weet je een goede detoxkuur? Niet. Skip die shit en eet gewoon gezond eten. Sorry. Sinds hoe oud zijn jullie al samen? Ik was 17 en Jer was 19. Toch? Dat klopt toch? Ja. Favoriete soort vakantie? Alles waar een strand bij zit en ik naar een stad kan en dingen kan doen. Okay. Jeremy is antwoord op alles met vakanties Japan. Punt. Yep. Ja. Dansen of gym?
Als ik één mag kiezen? Ja. Ja, Jim dan. Wie kan het beste koken? Ik. Ja, het is meer, ik denk omdat dat het meer is dat ik dingen uit mijn hoofd heb. Ja, één zin uitleg. Vond je het moeilijk om de politie achter te laten? Ja. Ik ga stuk. Deze kat is gewoon aan het snurken. Dat waren hele snelle vragen. Ja. Waar geef jij het liefste geld aan uit? Kleding en schoenen en lekker eten. Jij? Reizen. Het liefst. Ik denk games. Ja, je game room, toch? Denk ja, sowieso. Ja, jij wil het liefst. Waar geven jullie het meeste geld aan uit? Eten. Eten. Op dit moment. Als het corona niet was, dan hadden eten. We denk ik aan reizen het meeste uitgegeven. En ons huis. Ja, klopt. En ons huis. Hebben jullie nog doelen met YouTube? YouTube. Ja, ik zag die vraag staan en ik had er al even over nagedacht. Maar ik vind het best wel lastig, weet ja, je wel? Niet want... specifiek, denk ik. Nee. We zijn gewoon lekker filmpjes aan het maken. Ik vind het gewoon super leuk om mensen te entertainen, te informeren, te laten zien wat we doen. En als je daarbij dan volgers krijgt, uiteindelijk, ja, tuurlijk heb je een doel. Je wil meer subscribers, superleuk, ja. Top. Maar het is niet dat we zeggen van nou, we moeten op die dag zoveel subscribers hebben, want nee, anders dan. We vinden het gewoon heel leuk om content te schieten, ja. Entertainment daarin en soms dus ook met recepten, fitnessinformatie. Klopt. En dat is eigenlijk ons doel nu. We vinden het gewoon heel leuk om te doen en we hebben niet een specifiek doel daarin van als we dit bereiken, dan gaan we dit doen. Nee. Maar uiteindelijk willen we wel dingen voor onszelf opzetten, zeg maar, ja. Business-wise. En daar kan onze YouTube gewoon mee helpen. Mee helpen, inderdaad. Ja. Ja. Alright, heb ik nog tijd voor eentje? Ja, laatste vragen. Ja, ik vind het moeilijk om tussen deze twee te kiezen. Ik kan ze ook alle twee doen. Oké, deze vraag is van Babette. Mm-hmm. Wanneer wegen jullie eten wel of juist niet af? Ik wil het graag goed doen, maar ik ben snel obsessed. Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik weeg het eigenlijk niet af als het groente is. Sauzen ook niet. Waarom? Altijd. Ja, omdat in groente zit zo weinig calorieën. En ik, nou ja, dan praten we echt, als je zo'n bak hebt, heb je misschien net aan 40 calorieën aan komkommer of zo. Ja, dat vind ik echt onzin, dus dat doe ik niet. Jij ook niet volgens mij, toch? Nee, het enige wat ik niet afweeg eigenlijk normaal gesproken zijn groentes en dingen die heel laag in calorieën zijn. Over het algemeen weeg ik alles af. Gewoon omdat ik wil weten hoeveel ergens in zit. En op een gegeven moment dan weet je het wel. En hoeveel je kan eten. Zo kan je het ook zien door er niet obsessed mee te raken. Van je wil eten, maar wel binnen de perken dat je gewoon je goals kan behalen. Dus dan moet je het even afwegen. Ja. Dus ja, ik zie het altijd zo. Dan denk ik van, oh, ik heb nog zoveel calorieën over. Wat kan ik daarmee maken, weet je wel? Het is ook gewoon iets leuks. En dat calorieën doel, zeg maar, heb je gewoon voor jezelf als je echt een doel hebt. En wat ik daarbij ook wil zeggen is dat je hoeft niet altijd een doel te hebben van aankomen of afvallen. Okay. Je kan ook gewoon zeggen, ik wil gewoon blijven hoe ik ben, want ik ben nu gewoon goed. Maar dan is het alsnog handig om te weten hoeveel je dus kan eten. En als je net zoals wij best wel veel dezelfde dingen eten, dan weet je op een gegeven moment ook wel, ja, zoveel zit hierin, zoveel zit hierin. Dan hoef je het ook niet meer af te wegen. En waar wij het niet afwegen is als je gewoon ergens bent waar het niet kan. Ja, zoals bijvoorbeeld op vakantie, dan interesseert het me echt helemaal niks. Het enige waar ik op let is mijn proteïne, of ik daar genoeg van binnenkrijg. Ja, maar en dat de rest, kan je gewoon tellen en even uit je hoofd doen, een beetje staat pakketjes. Dus dan laat ik het los. Maar wij zijn het meeste bezig met wegen en tellen als we echt een specifiek doel hebben. Want zonder ga je dat doel gewoon niet halen. Je kan het schatten, maar dan moet je dus echt heel veel ervaring hebben. Ja, maar zelfs dan. Ik bedoel, geen enkel mens is een robot. Ik kan niet iets op mijn hand leggen en denken van oké, 50 gram, weet je, dat gaat nergens over. Ja. Dus het zit altijd ertussenin. Ja, dat. En dan die laatste dus waar ik over aan het twijfelen was. Hebben jullie ooit heftige ruzies of ooit gedacht om single verder te gaan? By the way, just curious. Van wie is die vraag? Sajna. Sajna. Wow, dat is een hele moeilijke username. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Ja, hebben we hele heftige ruzies? Ja, zeker weten, natuurlijk. Ik denk echt dat als je een relatie hebt en je hebt dat niet, is er op een level ergens iets niet helemaal goed. Yeah, you just don't care, maybe. Kijk, weet je waar onze ruzies omgaan altijd?
we care too much. Stomme dingen. Weet je, het is gewoon echt van, je geeft om diegene en ook jezelf. En dan wil je dat iets gaat op een bepaalde manier. En helemaal als het gaat om, ja, wij werken ook nog samen. Dus voor degene die een relatie hebben en samen werken, dat is dubbel. Want je bent constant samen aan het werk, zeg maar. En dan is het dus moeilijk. Ons meeste ruzies gaan over werk, by the way. Eigenlijk alleen maar. Ja, dus dan is het moeilijk om je... Kijk, normaal als je ruzie hebt met een collega, heb je ruzie op werk en dan ga je naar huis. Maar je hebt geen ruzie met je vriendin of met je vrouw of met je man of whatever. Maar nu wel. Snap je? Dus ja, we hebben heftige ruzies inderdaad. Maar wij hebben wel ook geleerd dat we dat ook gewoon moeten uitpraten. En dan, weet je, dan begrijp je het of je hebt gewoon een meningsverschil en dan laat je het daarbij. Maar single verder gaan, nee, ik denk niet dat dat mij gelukkiger zou maken, nee. Nee. Nice. Dus hebben we ruzies zeker weten. Wil je ze zien? Vraag het aan in de comments. Live Big Brother camera in the house, zeg maar. Ja, dus ik hoop dat je vraag beantwoordt. En dat waren de Q&A questions van nu. We hebben heel veel niet beantwoord, dus als we dat niet hebben beantwoord, sorry dan. Ik had zelf ook een vraag ingestuurd, maar die mocht ik niet beantwoorden van ons. Ja, maar jij telt niet. Andere mensen wel. Ik heb echt een goede vraag. Oké, ja, poor you. That was it. We hebben heel veel vragen beantwoord en we hopen dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. Mocht je jouw vraag nou ertussen hebben zien staan, laat het even weten in de comment. Vind ik ook wel leuk om te weten. In ieder geval bedankt voor alle vragen. Ja, maar we hebben de vraag dus gesteld op Instagram. Ja. Kan je het ook stellen op YouTube? We gaan het even onderzoeken. Volgens mij wel. Ja. Je kan gewoon posten. En dan... Next time. Ja. Oké. Doei.